Welkom. Dat ligt aan de situatie. Ik ben van mening dat dat ligt aan het gezelschap wat aan tafel zit. Als er een zakelijk gezelschap zit bij ons, dan leg ik soms helemaal niks uit. Ja, misschien in snel overleg met het menu. Dit is het menu wat we voorstellen. Vaak gaan ze dan ook akkoord. En soms leg ik dan helemaal niks meer uit. Dat ligt echt aan, dat moet je dus inschatten als gastheer. Kijken. Puur kijken, observeren, hoe gedragen mensen. Het is heel irritant als jij een gesprek hebt en er komt weer een gastheer doorheen die zo nodig zijn gerechtje uit wil leggen. Of een sommelier die zijn wijn uit wil leggen. Ja, op dat moment, soms is daar gewoon geen behoefte aan. Soms is het het moment of de lunch of diner is alleen of zakelijk of een zwaar gesprek of een moeilijk gesprek. Ja, en dan maakt het niet uit of ze nou bij Kaatje zitten of bij een andere collega. Daar gaat het nog niet zozeer om. Dan gaat het gewoon om de gezelschap aan tafel. Wat wordt daar besproken? En onder begeleiding van mooie wijn en mooie gerechten wordt datgene besproken. Maar de gerechten en de wijnen zijn niet de hoofdmoot. De hoofdzaak. Het belangrijkste is op dat moment gezelschap en het gesprek. Ja, en je moet als gastheer moet je in kunnen schatten of er op dat moment behoefte aan is. Dus niks irritanter dan een gastje die te lang aan tafel staat.